Goedenavond en welkom bij de persconferentie na de wedstrijd Antwerp-Heist. Die Antwerp verloor met 0-3. We zitten hier met de beide trainers. En we beginnen met te praten met Francis Boschaerts, de trainer van KSK Heist. Meneer Boschaerts, 0-3 komen in op de Bosuil. Dat komen ze niet allemaal doen. Nee, ik denk het niet. Vorig seizoen hadden we hier een van de mooiste overwinningen in de clubgeschiedenis van Heist behaald. Maar die wel vandaag denk ik dat nog mooier is. Te meer op basis van de tweede helft. Dat ik al veel mensen heb horen zeggen dat ook die zege verdiend is. Ik mag natuurlijk niet vergeten dat we de eerste helft toch wel maar een minuut of 10 in balbezit zijn geweest, denk ik. En dat er altijd op onze helft is gespeeld. Maar de matchomstandigheden zaten ons mee, want we konden met een voorsprong beginnen. Perfect indraaiende vrije trap van Joran Rijmenans en Webers die scoort. Dat had hem verleden jaar hier ook al gedaan. De voorsprong bij de rust was gevleid. Ik vond dat onze keeper heel goed stond te kepen. Dat hij heerste in zijn baklijn, in zijn kleine baklijn, tot aan het penaltypunt. Er waren een aantal kansen voor Antwerp. Maar die echt uitgesproken kansen, open doelkansen, heb ik weinig gezien. Het was de bedoeling van echt in blok te spelen. Heel goed georganiseerd te spelen. En ik moet zeggen dat al wat er afgesproken is onderling en tussen de coach en de spelers, dat het allemaal perfect is uitgekomen. En dan in de tweede helft hebben we het weer op stilstaande fases gedaan. Dus de eerste een corner weer van Joran Rijmenans, die dus terug in de ploeg stond na een kwetsuur. Wie de maakt, dat weten we zelf niet. Weuts trapt hem binnen, maar is hem nu over de lijn of niet? Kriel heeft hem zeker ook nog geraakt. En dan kan op een andere vrije trap Webers ook nog eens scoren. We hadden al een verwittiging gegeven, bal op de paal van Weuts. Dus we hebben het perfect gespeeld. De nederlaag van Antwerpen is natuurlijk te uitgesproken. Maar ik ben wel fier wat het clubje uit de Zuiderkempen hier vandaag gepresteerd heeft. Goed, dankjewel. Dat is duidelijk. Dan gaan we naar onze coach Bart Rover. Ja, voor de supporters een frustrerende avond, maar niemand is zo gefrustreerd, denk ik, als Bart erover. Is dat juist? Ja, dus ik heb er heel weinig aan toe te voegen. Dus ik wil enkel de supporters met heel duidelijk en klaar gezongen. Dus ik ga die woorden niet herhalen, maar ik ben van dezelfde mening. 3 keer op stilstaande fases, oké. Okay. En ik ga helemaal niet spreken over Heist, dus... De eerste helft moet je dan normaal gezien terug op gelijke hoogte komen, minimaal. Dat lukt niet. En dan voel je de verkramping van de voorbije weken van oei, het zal weer niet waar zijn. Dus, maar zwart, dus ik voel me nu een supporter. Dus goed, er zal heel duidelijk en gereageerd worden naar volgend weekend. Nog een laatste vraag. Je zou misschien ook de wissels kunnen toelichten, want het komt op neer dat je 3 aanvallende spelers wisselt voor 2 aanvallende spelers en Romeo van Dessel zwaar in de punt zet. Kan je dat toelichten? Als je krijgt voorzetten, dan heb je toch een kopbalsterke spits nodig. Of een kopbalsterk iemand nodig. En ik vond dat bepaalde spelers absoluut niet in de wedstrijd zaten. En we hadden vandaag nog 10 wedstrijden achter elkaar kunnen spelen, dan nog scoor je niet. Dus ik kan evengoed bepaalde zaken forceren om misschien sommige jongens duidelijk te maken dat er duidelijk meer van ze verlangd wordt. Goed, oké. Okay. Dankjewel Bart erover. Zijn er nog vragen van de pers? Nee? Oké, okay, dankjewel en tot over 2 weken.